Goed mensen, ik ben Sam. Leuk dat je kijkt naar een speciale survival eigenlijk. Het is niet echt survival, want ik sta hier in game mode. Maar ik wil jullie even iets laten zien waar ik eigenlijk best wel een tijdje mee bezig al ben. Tijdens livestreams. Komt ie. Da 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 da. Dit is mijn eigen Quakecraft of paintball-map. Ik moet er nog even kijken, één van de twee. Ik wou dit even gewoon laten zien, want misschien vinden jullie het ook wel interessant. En ik dacht van, weet je wat, laat ik het gewoon even doornemen. Ik ga wel terug zo naar mijn eiland, don't worry. Maar ik wil eerst gewoon even dit allemaal laten zien, wat dit nou precies is. Nou, het is heel makkelijk. Dit wordt een Quakecraft. Dus Quakecraft is een soort dat je gewoon spalt met pistolen en je moet elkaar neerschieten. Of het wordt een paintballmap, maar paintball kennen jullie wel. Heel makkelijk, je hebt twee teams. Hier is een team en daar is een team. Dit zijn een beetje de holbewoners, weet ik veel wat. De cave mensen. Ziet er lekker spooky uit. En hier zijn gewoon de normale mensen die ik probeer te raiden zo. Hier tentjes en anvil en zo. Je spant hier en daar. En je komt hier en je moet gaan vechten. Dat is het eigenlijk. Je kan dus heel makkelijk zeggen van, nou, ik ga gewoon zo hierop en ik ga ze meteen allemaal neerschieten. Dat kan, maar je kan ook dus verder discoveren. Je kan ook hier naartoe. En dit is dan de lumber mill. We gaan... Hou je mond, vogeltjes. We gaan waarschijnlijk misschien nog special ups maken. Als je hier bijvoorbeeld naartoe gaat en je klikt op een knopje, dat je bijvoorbeeld... Waarom gaat hij niet open? Oké, what the fuck, dat is denk ik een glitch. Oh wacht, dat komt dan een fan en shit. Oh god, ja. Nu doet hij het als het goed is. Zo, hij doet het weer. We gaan waarschijnlijk hier allemaal van die power-ups doen. Dat je bijvoorbeeld hier staat dat je een speed boost krijgt voor 10 seconden. Of 30 seconden. Dus het is wel waard om hier naartoe te gaan. En dan kan je bijvoorbeeld hierop staan. Ik ga gewoon over even langs wat ik nu heb gemaakt hoor. En ik ga waarschijnlijk meerdere dingen van dit maken. Dus dat is wel hartstikke vet. Dit heb ik niet nodig. Dan kan je bijvoorbeeld hier staan en dan kan je iedereen neerschieten vanaf hier. Jullie denken misschien dat is overpowered. Maar dat is het niet, want je kan hier ook gewoon heel snel gekild worden. Hier ga ik ruïnes maken. Dus dat komt nog. Waarschijnlijk vandaag in de livestream heb ik dat denk ik al gemaakt. Maar hier komen ruïnes. Best wel vet. En hier komt een hele grote omgevallen boom die helemaal naar deze kant gaat. Dus dit is eigenlijk gewoon een echte brug waar je overheen kan. En dan heb je hier gewoon de toren, wat best wel chill is. Als je hierin gaat, kan je hier gewoon even snel naar boven lopen. Dan moet je natuurlijk niet neergeschoten worden. En dan kan je vanaf hier kan je iedereen zo neerschieten. Zo bam, 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 bam. Via deze dingetjes. Dus dit is wel hartstikke vet. Dit is dus mijn eigen minigame map die ik zelf heb gemaakt. Als jullie het vet vinden, geef een like. Want ik heb er... ja, ik heb er toch best wel veel tijd in gestoken. En het is mijn eerste officiële... Wat? Het is mijn eerste officiële... Ik stop ineens op het logo. Mijn eerste officiële echte map die ik officieel... heb alleen gemaakt. Nou, niet alleen. Ik heb wel hulp gekregen van mensen. Maar hij is in ieder geval wel alleen gemaakt door mij. En ik weet dat ik niet de beste bouwer ben. Maar hoe het er zo uitziet, ben ik heel erg tevreden mee. Dus ik zou zeggen... Als jullie het vet vinden, geef een like. Dit gedeelte is alleen nog niet af. Ik ga hier waarschijnlijk ook nog iets maken. En ja, dat is het eigenlijk wel. Dat is eigenlijk wel de minigame. Dan gaan we nu gewoon /home. /stop. Mijn home is heel raar. En er valt iets. Waarom val jij, rugkrap ding? Hoofdmassage ding. Waarom val jij? I don't know. We gaan. Wat we vandaag... Oh shit, we doen ook game mode 0 even. Dat is handig. Ja, daar krijg ik mijn items al. We gaan vandaag... Wat gaan we doen? We gaan dan denk ik de lumber mill afmaken. Is wel chill. Maar jongens, als jullie nog vette map ideeën hebben. Een vette idee om een map te maken of zo. Zoals wat ik net had. Laat het even weten, want ik zoek wel heel veel gruwelijke mapjes. Wat gewoon iedereen eigenlijk ja, in wil en dat ik gewoon dat kan livestreamen en iets maken. Dus dat lijkt mij wel vet als mensen daar suggesties voor instellen. Ik ga even kijken of ik hier een paar vette donaties heb binnengekregen. Van hout, want ik heb eigenlijk hout nodig. En ik ben te lui om het zelf te halen. Lees dit, please. Plaats dit blokje. Wat? 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 Plaats een blokje in je kamer. Nee! Nee! I won't do that! I want wood. Heeft iemand hout? Iemand hout? Iemand hout hier neergelegd? Iemand hout? Heeft iemand wood? En wilt ruilen? Ik wil hout. Ik wil hout. Ik wil a lot of wood. Alleen hier zit dan geen hout. Ik kan hier in ieder geval geen hout vinden. Oké, normaal wood. Let's fly, en dan kan ik er overheen. TPA gewoon. TPA Sept. Ik geef wel 2 diamonds voor 3 stacks of zo. Is hier iemand? Ik hoor wel een big. Hallo? Ik zie je niet. Ik zie je niet. Oh god. Oh, daar is hij. Oh, hoeveel is dit? Ja, dat is een beetje weinig. Een beetje weinig. Ik wil 4 stacks of zo. Sorry. Maar ik wil ongeveer 4 stacks. TP, Perry, Borst naar mid dan. Vonoxenel, wat? Yo, waar ben jij? Oh, yo, daar ben jij. Mag ik dan de ding? Als je het hebt. Ik hoop dat je het hebt, jongen. Ik hoop dat je het hebt. Ja, kom maar. Kom dan. Het duurt lang. Ik wil eens kijken of je het hebt. Voordat ik mijn diamonds ga geven. Nee? Hij heeft niks? Heb je het wel? Ik moet even reloggen. Wacht even. Oh. Nou, dan gaan we hier maar gewoon lekker chillen. Kunnen we hier... Oh, hier kunnen we ook niet in, hè? Damn it! Oh, oh, oh. VonXNL, wat doet het allemaal weer zo lang? Hè, bro? Hè, bro? No! 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 Firework. Doet dat het? You must be holding a firework to add effects. Damn it! En je kan waarschijnlijk niet... Give me dan firework. Ah, oh, vet! Firework. Damn it. Firework, wat? Make the parm, wat? Power 5, 4 of zo? Wat? Blue 5, 4? Ach joh, dan maar zo. Woehoe! Even mijn hout halen. Is hij nou weer... Nou, weet je wat? Wie heeft anders hout? Wie heeft nog meer wood? Die gozer die doet er veel te lang over. Daar heb ik helemaal geen zin meer in. Oh, ik. Thijs. TPA Sept. Even kijken. Als niemand nou hout heeft, dan heeft het echt gewoon helemaal geen zin. Om al die mensen hier naartoe te teleporteren. Ik hoor hem wel, maar waar ben je? Logs, plus. Oh, Rick Thijs heeft 4 stacks gratis. Wat heb je nodig? 4 stacks logs. Waarom komt iedereen hier naartoe als ik logs nodig heb en dan hebben ze het niet? Serieus. We moeten gewoon T-bannen. Oké, die Thijssen had iets. Oh ja, die Rick Thijssen. Toch? Was dat hem? Oh ja, dat was hem. Alles in één plus. Dit duurt gewoon veel te lang. Even kijken, is dit het? 1 stack. 1 stack. Heb je niet meer? God. Ah. Gewoon hout wel. Nou, weet je wat? Jij krijgt dan van mij iron. Zo, dan krijg je van mij dit. Ook al vond ik het niet waard. Maar goddammit. Het moet maar. Oh, met mensen hier traden. Als je logs nodig wil, dan gaan ze je allemaal de verkeerde dingen geven. En dat kost mij allemaal weer geld. Goddammit. Nou, maakt niet uit. We hebben het nu ongeveer zoiets. Ik wou eigenlijk iets meer, maar ja. Je kan niet altijd... Oh, ik had al een crafting bench. Je kan niet altijd 6 gooien. Ben je aan het streamen? Ja. Ik ben nu live. Natuurlijk ben ik niet live. Wauw. Hier gaan we even een paar stairs van maken. Zo. Pop. En dan gaan we hier gewoon weer verder met stairs plaatsen. Want dat moet natuurlijk ook weer, hè. You mad? I mad? Want hier moet gewoon overal weer stairs en dat gaat lekker lang duren. En waarom staat daar een creeper naar beneden? 1 keer vallen en dan bam, ben ik dood. Ik heb geen wood meer nodig. Ja, misschien zo nog wel, want die Thijsem die gaf me 1 stack. Maar ook al ben ik daar wel dankbaar voor. Maar het was nu eigenlijk niet genoeg. Wacht, dit doe ik nu weer verkeerd. Get out. Get out! Dit moet eigenlijk zo, denk ik. Dat ziet er wel vet uit, denk ik, of niet? Nee, dit klopt eigenlijk niet. Als we dit gewoon zo doen. Maar hij moet hier tegenaan. Dus als we gewoon zo doen. Toek, toek. Toek, toek. Toek, toek. Dan doen we gewoon één laagje van dit overal. En dan, staat het, dan geeft het denk ik wel een leuk effect. En zo had ik het ook gedaan bij die andere lumbermill. Zo. En dan moeten we zo doen. Wacht, hij moet nog eentje verder. Shit. Nee, nee, nee. No, 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 no. Oh god. Oh god. Oh god. Nee! Oh, niks explodeert trouwens in deze server. Dat is alsof wel heel fijn. Snel zo doen. Woep. En dan hoppakee. Zo ziet hij denk ik wel goed uit. Ook al klopt hij denk ik ook zo niet. Maar dat maakt niet uit. Ik ga het gewoon lekker zo doen. Lekker puh. Haters gonna hate, I'm gonna love. En zo ziet hij er gewoon goed uit. Want ik ben een slacht. Wat? Kijk, zo hoppakee. En dan nog het laatste beetje. Doe. Nee, goddammit. Doe, 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 doe. En dit is dan ongeveer mijn lumbermill ding. En dan moet dit eigenlijk ook helemaal gewoon af. Zo, het ziet er niet uit, I know. Maar dat maakt niet uit. Het is een samhuis. Samhuizen zien er niet uit. Denk ik. I guess. Dit moet slabs worden. Dat ziet er misschien wat beter uit. Oh god, nee. Ik wil niet naar beneden vallen. We gaan even naar mijn crafting bench. Ik ga gewoon vliegen, because YOLO. Ik kan het. Ik mag het. Ik ben admin op de server. Dus ik mag vliegen. Admin bro. Wie staat daar nou weer? Ronald uit Houtem. Oh, dat is een leuke naam. Ronald uit Houtem. Kijk, misschien ziet dit er wat beter uit. Ja, het ziet er wel wat beter uit. Niet extreme, super good. Maar gewoon wat beter. Oké, nu moeten we dus weer dit allemaal gewoon leuk met hout volproppen. Zo, hoppakee, bloep, bloep, bloep. Wat zijn logs? Logs zijn bomen. Nee, natuurlijk niet. Ik weet niet, wat zijn logs? Vertel maar wat logs zijn. Vertel maar aan mij. Ik weet het ook niet. Dan kan dit weer allemaal vol. Vol, 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 vol. Hoppakee. Komt deze weg. Pavers. Te laat. Te laat. You are too late. Dat klopt denk ik ook weer niet, hè? Want hij moet, denk ik. Dan denk ik weer zo. Zo zat hij. En dan had ik dit hier zo gedaan. Eén laagje. Nog iets verder. Dit ging helemaal tot hier. En dit ook dan. In de andere tekstpack ziet dit er veel mooier uit, denk ik. In John Smith. Zullen we straks dan even kijken in John Smith. Kijken hoe daar het uitziet. Ik denk dat dat er veel en veel beter uitziet dan dit. Dit mormel. Zo. Even kijken. Dan gaan we dit weer gewoon zo doen. Toek, toek, toek. En dan is deze ongeveer af. Wat de fuck is dit? Dit hoort niet. Dit moet zo. Kijk. Dan is dit af. En op zich vind ik het niet eens zo verkeerd. Wat de fuck doet die kip hier? Oh nee. Wauw, toen ik zei... Oh nee. Crashte mijn Minecraft. GG bro. Perry borst. Nee. 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 Ga weg. Ga weg. Vonox. Plus. Oh wacht. Oh, nu kan ik vanish zijn en zien ze me niet. Oh damn, dat is slim. Oh shit, dat is slim. Nu zien ze me niet. En nu denk ik echt van, waar is Sam nou? Waar is Sam nou? Huh? Hm? Hm? Huh? Hm? Hm? En dan, ja, dan kunnen ze niet. Dan zien ze me niet. In ieder geval, dit ziet er wel vet uit. Ik ga even kijken of er een andere textpack er ook uitziet. John Smith gaan we gewoon proberen. Ja, doe je het? Ja, dank je. Kijk, John Smith ziet er dan ook niet echt uit. Maar zodra er glas op komt en zo... Dan ziet het gewoon moeilijk vet uit. Dan ziet het echt moeilijk vet uit. Jongens, ik zeg bedankt voor het kijken. Ik ga... Later gaan we dit even afmaken, deze kant. Dat komt helemaal goed, dus we moeten dezelfde kant eigenlijk als die. Zeg bedankt voor het kijken. Vergeet geen groen duimpje te doen. Vergeet geen groen duimpje te doen. Voegt u aan favoriet en klik natuurlijk op het abonneerknopje. Dan hoor jij bij de PM Army. En als je nog ons niet op Twitch volgt, twitch.tv/projectminecraft. Ja, daar zie je al onze livestreams, jongens. Zeg bedankt voor het kijken. En ik check jullie later. Jongens, ik zeg... Peace. Fight before you die. Pow.